And three, a two, a three, two, one, go! Oh. Helemaal! Vandaag doen we het even een keer helemaal anders. Vandaag ga ik weer eens een Q&A doen. Ik had het zo leuk in mijn hoofd. Piep! Nu ga ik alles beantwoorden, dus veel plezier met kijken en... Veel plezier met kijken. Stel, je had een eigen vliegtuig. Waar zou je dan als eerste heen vliegen? Bahama's of zo. Een lekker mooi wit strand met palmbomen en kokosnoten en zo. Ben je ooit ergens onzeker over geweest? En zo ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Vroeger was ik heel erg onzeker over deze twee. Maar ja, dan krijg je van die vriendinnen die zeggen... Ja, ik krijg gewoon rugpijn van mijn tieten. En dat heb ik niet. En dan op een gegeven moment heb je zoiets van, weet je, maar eigenlijk is het ook wel handig. En kleine borsten kunnen ook gewoon heel mooi zijn. En ik denk dat er voor iedereen op een bepaald moment een periode gaat komen waarin je al die schaamte achter je laat. En je accepteert hoe je zelf bent. En als het niet zo is, dan mag je altijd kijken of je er wat aan wil doen. Ga naar de kapper, verander je haarkleur, ga lekker sporten, wil je afvallen, wil je dikkere lippen, doe er een spuitje in. Het maakt me allemaal niet uit, als jij maar lekker je vel voelt. En ik denk dat er voor iedereen op een gegeven moment wel een periode gaat komen waarin je denkt, yes, I look good. Wat dacht je toen Jeroen tegen je zei dat hij op jongens viel? Hij heeft het nooit echt gezegd, maar op het moment dat hij het echt voor het eerst zei, dacht ik dit. Ik vind het zo raar dat je het nu zegt, want je hebt het nooit gezegd. Ik wist het wel, al 3 jaar lang, eerst keer dat ik je ontmoette dat je bij me thuis kwam te filmen, maar je hebt het nooit gezegd. Daarom is die jongen elke keer hier thuis. Hé, hey, wanneer ben je jarig? Morgen, 15 juni 1998, zet het in je agenda uit, geef me niet te feliciteren. 1998 ook. Ik ben alleen 1998 jarig. Wanneer gaan we op date? Ik heb een heel erg leuk vriendje. Hoe vaak drink je koffie per dag? 1 keer per dag, soms 2 keer. Ligt eraan of ik zeg maar nog 's avonds een kopje koffie doe of 's middags tijdens de lunch. Maar normaal zit ik thuis met 1 kopje ijskoffie met ijsklontjes. En niet meer dan dat, want anders ga ik 's avonds helemaal stuiteren van de cafeïne en dan kan ik niet meer slapen. Jij, ongesteld? Niet vandaag. Hoe heb je Thorsten ontmoet? Ik heb Thorsten ontmoet in Zweden. Ik was daar om een video te maken. En eigenlijk hebben we elkaar ontmoet via werk. En het is grappig, want hij heet Thorsten. Dat is een Zweedse naam. En toen zei ik tegen mijn moeder, ja, ik heb een leuke jongen ontmoet. En hij heet Thorsten. En toen raakte ze helemaal in paniek, omdat ze dacht dat het een of andere gekke Zweed was. Maar hij is gewoon Nederlands. Dus, in Zweden. En dat was heel leuk. Hoeveel schoenen heb je? Is er een standaard filter dat je over je foto's doet? Niet per se een standaard filter, maar als je wil weten hoe ik mijn foto's bewerk, dan moet je even deze video kijken. Zelfpromo. Wat staat er op je bucketlist? Ik denk dat er op mijn bucketlist staat dat ik ooit nog later in een verre toekomst een huis wil kopen. Waar ik gewoon voor de rest van mijn leven kan wonen, wat ik kan onderverhuren, waarin ik oud kan worden, zodat ik me daar nooit meer druk over hoef te maken. Wat gebeurde er toen Liza en David uit elkaar gingen? Daar heb ik nog een leuk verhaal bij, want ik wil niet een soort van verstoren en zeggen ik wist het al. Maar ik had uit betrouwbare bronnen gehoord. Ik was in LA, dat was echt al in maart, eind maart, dus dat is al 2, bijna 3 maanden geleden. En toen zou Liza, was aangekondigd dat ze zou komen naar de Kids' Choice Awards. Dus ik was al een soort van helemaal mentaal voorbereid van oh my god, ze gaat komen. En toen zei ik van, komt David ook? En toen waren er dus mensen die zeiden van ja, nou, dat weten we dus niet zeker. En toen, na de Kids' Choice Awards, waren we terug in het hotel. En daar waren we met wat vrienden van die Amerikaanse jongens die er waren. Maar die vertelden dus dat hij had gehoord dat het uit was. En dat het dus echt al 2 maanden uit was. Eigenlijk had ik al een soort van voorgevoel. En toen toevallig had ik het er avond, voordat het online kwam, had ik het met Thorsten erover hier op de bank. En toen zeiden we, ja, volgens mij is het uit. En ik heb niet het idee dat ze nog bij elkaar zijn, want ze zien... Ze zijn gewoon niet heel veel meer samen en er was een soort van onderbuik voorgevoel van dat ze uit elkaar zouden zijn. En letterlijk de volgende ochtend kwam de break-up video online. Ja, tragisch. Wat is voor jou de meest negatieve kant aan social media? Naar mijn mening is denk ik de meest negatieve kant van social media dat er heel veel mensen zijn die het blijkbaar heel erg leuk vinden om anoniem haatreacties achter te laten en mensen zich slecht te laten voelen. En ik vind het gewoon een beetje jammer dat mensen het zeg maar op een hele negatieve manier gebruiken. Want ik probeer gewoon juist jullie blij te maken met leuke video's, jullie te entertainen met mijn leuke Instagram foto's. En ik denk dat iedereen het daarover eens is, dat is wat je wilt doen op internet. En het laatste waar je op zit te wachten is een haatreactie over dat je er niet uit
eruit ziet of dat je een of ander wijf bent, weet je wel. Online shoppen of gewoon naar een winkel gaan en daar shoppen? Ik denk online shoppen, omdat je er veel meer hebt dan alleen in de winkel. Plus je hebt daar alle maten, want heel vaak in een winkel hebben ze bijvoorbeeld een maat niet meer. En als je op een gegeven moment weet wat je echte maten zijn, dan kan je ook makkelijker online bestellen. En dan loop je niet het risico dat je iets in de verkeerde maat bestelt, of dat het niet past. Dus online. Kan je weer doen dat we je foto's mogen roosten? Als jullie willen dat ik weer ongelooflijk lelijke foto's van mezelf op het internet ga plaatsen, waar jullie ongelooflijk leuke captions onder kunnen achterlaten, dan zal ik dat binnenkort weer gaan doen. Wil je er niet nog een meisje bij als huisgenoot? Nee, ik ben eigenlijk best wel blij dat ik gewoon lekker met mannen woon. Ik mis wel een beetje het vrouwelijke gedrag in het huishouden. Maar over het algemeen ben ik blij dat ik gewoon lekker met een man woon. Geen gedoe, geen gekke meiden, ruzies, bitchfights. Nee, ik hou het gewoon lekker hierbij. Wat is je ergste vakantieervaring? Mijn allerergste vakantieervaring was afgelopen jaar nog. En toen waren we met een vriendengroep op vakantie. En toen kwamen we in het appartement. En het zag er zeg maar totaal niet uit zoals de foto's op de site. Dus toen ben ik heel erg boos geworden. En 3 dagen lang discussies gevoerd met de organisatie en de hoteleigenaar. Vonden zij volgens mij ook niet heel leuk. Wat is het raarste gesprek wat je ooit hebt gehad? Ik kwam laatst kijkers tegen op straat. En als jullie dit kijken, hoi. Waarschijnlijk weten jullie dat het over jullie gaat. Maar superleuk op de foto. En toen zei ze, mag ik wat vragen? Dus ik zo, ja, tuurlijk. Heb je ondertanden? Of ik ondertanden heb? ik weet niet hoe ik anders zou moeten kauwen, maar I got them. Ze zijn klein, maar whatever. Ja, en dat voelde best wel als een awkward gesprek. Sorry als je dit kijkt, maar het was wel gezellig hoor. Wat is het leukste aan met Jeroen samenwonen? Ik denk het leukste aan met Jeroen samenwonen is de momenten dat hij niet thuis is. Nee, dat is een grapje. Hoe gestrest was je toen je de uitslag kreeg van je eindexamens? Ik krijg de uitslag woensdag. Ik was super mega gestrest voor mijn eindexamens. Ik heb trouwens nog gehuild toen ik thuis kwam van een van mijn examendagen. Omdat ik dacht, oké, dit gaat hem dus niet worden. En toen op het moment dat ik gebeld werd, had ik eigenlijk wel zoiets van, oké, ik ben gezakt. Want ik werd volgens mij al eerste gebeld. En toen heb ik ook huilend de telefoon opgenomen. En toen zei mijn mentrix ook van, waarom ben je aan het huilen? Dus ik zei, ja, ik ben gewoon gezakt. Hij zei, nee, je hebt 0 onvoldoendes. En waarschijnlijk weten jullie nu allemaal jullie uitslag al, want het was dus gisteren woensdag. Dus gefeliciteerd als je geslaagd bent en super jammer als je gezakt bent of als je een herexamen hebt. Dus dan kan je er nog wel even voor strijden. Maar vergeet altijd dat als je 1 jaartje opnieuw moet doen, dat de wereld niet vergaat. En misschien leer je juist in dat jaar wel hele leuke nieuwe mensen kennen. Wanneer heb je voor het laatst gevingerd? Wow. Hoe oud ben jij? Zou je ooit meedoen met Temptation of X on the Beach? Nooit van mijn leven. Ik moet zeggen, het zijn wel mijn meest favoriete guilty pleasure programma's. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Ik zit elke week op de bank. Maar meedoen, nee. Welke sneaker zou je nog willen hebben? Ik heb nog een hele lijst, maar ik denk deze allemaal. Wie heeft ze? Maatje 2,5. Hoe vind je het om herkend te worden op straat en niet meer privacy te hebben? Herkend worden op straat is superleuk en ik vind het alleen maar leuk als jullie op me afstappen. Want ik krijg heel vaak berichtjes met, ja, ik zag je lopen, maar ik durf niet naar je toe te komen. Dus kom vooral naar me toe, want dat vind ik veel leuker dan dat je bijvoorbeeld een half uur achter me aan gaat lopen. Een beetje creepy, zeg maar. En qua privacy vind ik het nog steeds wel chill. Alleen het enige wat we niet zo chill vinden is dat er wel eens wat mensen voor de deur staan. En ik snap het, want als je weet waar ik woon, dan wil je misschien op de foto. Maar wij hebben ook gewoon onze privacy. Dus we vinden het niet zo fijn als er bijvoorbeeld mensen een half uur voor de deur staan aan te bellen. We zullen dan ook niet open doen. Hoe graag we ook met jullie op de foto willen. Dus dat doen we zeker als we jullie tegenkomen in de stad of op straat, maar niet bij ons thuis. Heb je een zuurveld? Hoe kan je altijd zo leuk en spontaan op foto's staan? Leuk dat je het vraagt. Er is een methode voor en die ga ik je nu leren. De manier om spontaan, even met dit hè, spontaan op foto's te staan, is door te doen alsof je heel hard moet lachen. Dus iemand gaat foto's van je maken en wat je dan doet is gewoon dit. En dan zit er vast wel een goede foto tussen. Hoe onderhoud jij je haar, zodat het mooi blijft en geen stro wordt? Als allereerst was ik met een gewone shampoo. Daarna gebruik ik een zilver shampoo, want anders dan wordt mijn haar geel. Dan gebruik ik een crème spoeling en eigenlijk doe ik daarnaast helemaal niks. Krul niet te vaak je haar, stel niet te vaak je haar, doe niet te strakke staarten in, want volgens mij gaat je haar dan zo hier uitvallen, hoorde ik. En verder, wees er lief voor en geef het heel veel liefde. Ben je zwanger? Ben je zwanger? Ben je al zwanger? Ja,
Nou, dit vraag ik me dus af. Waarom denkt iedereen dat ik zwanger ben? I still see your shadows in my room. Can't take back the love.